Hallo, goedemiddag iedereen. Zowel aan onze digitale deelnemers als aan de mensen hier aanwezig. Welkom op deze infosessie Duurzame Handel en Update Handelsakkoorden van DK Buza, het departement Kanselarij Buitenlandse Zaken en Vleva, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. Wat staat er op de planning vandaag? Wel, eerst en vooral bekijken we de herziening van het 15-punten actieplan voor handel en duurzame ontwikkeling. Daar is vlak voor de zomer een policy update geweest en onze Ulrich Weigel van de Europese Commissie gaat dat voor ons met hand en tand uitleggen. Hij is head of unit, meer specifiek bij de unit bilaterale betrekkingen op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling en algemeen preferentiestelsel. Hij gaat die toelichting in het Engels doen. Na het luik van meneer Weigel krijgen jullie allemaal de kans om vragen te stellen. Zowel de mensen hier in de zaal als de mensen thuis kunnen dat doen in de question box. Na dat luik eigenlijk gaan we verder in het Nederlands en gaan we ten eerste kijken naar de visie van Vlaanderen op die herziening. Gaan we eigenlijk kijken waar liggen de opportuniteiten voor Vlaanderen, maar waar liggen ook de valkuilen. Dat luik wordt verzorgd door Jean van Oos en Erik van der Heijden van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Dat voor het tweede luik, dan gaan we daarna nog naar een derde algemeen luik, een handelsupdate. Daar gaan we kijken van wat is er recent gebeurd in handelsland, een beetje een blik op het verleden. Maar daarna ook een blik op de toekomst, wat zit er allemaal aan te komen, wat wordt er momenteel onderhandeld van handelsakkoorden. En waar ligt ook weer de focus voor Vlaanderen, waar liggen die opportuniteiten. Nadien is er ook nog voor de mensen hier in de zaal de mogelijkheid om een beetje na te praten. Dus zeker welkom om daarvoor te blijven. De opname wordt ook achteraf gedeeld met iedereen, dus die wordt publiek beschikbaar gesteld. Dus als je die verder wil verspreiden, kan dat ook. En de presentatie wordt jullie ook persoonlijk toegestuurd. If there are no questions at this point, we can get started with the first part, the review of the 15-point action plan for trade and sustainable development by Mr. Ulrich Weigel. The floor is yours. I'll give you the pointer. Good afternoon and very happy to be with you. Thank you very much for this kind invitation and thank you very much for the opportunity to present that the outcome of our work over the last year and a half, I would say, that resulted in a communication on the implementation of trade and sustainability commitments in our trade agreements. The communication is called The Power of Trade Partnerships and has been adopted by the Commission on the 22nd of June. So it's a very recent product and we are just in the middle of planning how to go with it. But let's maybe first take a look at the where we come from. I think that is at the point here. Next slide, please. Thank you. Where we're coming from. The European Commission adopted already in February 21 a communication on trade policy called the Trade Policy Review Communication that did one important thing for sustainability. It consolidated sustainability as one of the core objectives of trade policy. And with the trade policy review, the Commission's stance on trade and sustainable development was made clear. Our capacity to promote environmental protection and the respect for labor rights globally depends on our openness and readiness to engage with others. Therefore, our trade agreements are an important tool to achieve those objectives. At the same time, they should be based on key shared principles, which of course include our values based on the international environment and labor and climate standards. Just to look in this on the slide, in the middle you also see the geopolitical situation, in addition to the contribution that trade agreements can make to sustainability. I think we also sense an increased need to reach out to other parts of the world, to diversify our sources of supply, to diversify our markets, just to make us more resilient as economies and
use trade agreements for that as well. And we understood that there's a new political consensus needed to work on that trade policy agenda, and a good and firm understanding on where we see sustainability in that context is a key building block. Now, how did we get to that outcome? Please, Hanne. You see a bit the timeline on how we worked on the TSD communication. And what I found very important in that process is A, to be genuinely transparent, to be fact-based, and to have a robust outcome. This is addressing a number of criticisms that the Commission has received, that we heard from stakeholders, civil society, and Parliament, and that we were very keen to make a focus on as we worked towards the communication adopted this year in June. The key elements that go into that consultation and that work were first a study that we contracted to London School of Economics. And this study has been received very positively for the richness in detail and the breadth and overview it gives over what other jurisdictions are doing when they create sustainability commitments in their trade agreements, how they are set up institutionally, how they implement and enforce those commitments. We gave them 100 pages. They said this is not enough. And when we discussed the outcome with stakeholders after the final report was out, realized the consultants had so much more information, they could have filled many more pages with genuinely valuable and precious work. The link to that is in the communication. So if anyone wants to go back and read that, please do. Then we had also launched an open public consultation to generate input from, again, stakeholders and interest groups. We got some 70 plus contributions, many from organizations that themselves represent many others. So it's a pretty broad picture, but it also shows the wide variety of views that we have when looking at trade and sustainable development. Some saying what we had already was very good and effective, and we should just do with that, maybe do more of that, not necessarily change, and others asking for deep and profound change. So we had to look at all of that. We did. We also received contributions from the three Belgian regions, including from Flanders. And this was all part of then the evaluation that took us to the final communication published in June. Now, what is the outcome? Let's just please next slide. Let's look at an overview of what is there. We organized the outcome around six themes that you find here. And I'm not going into detail of each and everything, but I would like to flag a few elements when we go across the different themes that are there. Next slide, please. So we have six themes, and across the six themes, we have some 20 action points. The first one is actually a very important one, that as EU, we want to remain firmly anchored in the multilateral framework. So base ourselves off the standards that are there in the International Labour Organization, base ourselves firmly on the environmental standards that are in the multilateral environmental agreements or in the body of agreements and work that you have under the United Nations FCCC, notably the Paris Agreement. This has multiple benefits. I mean, some of them we write out on the slide. Number one, we're not coming and impose what the EU thinks is the best way to addressing the important problems of the day. And that was a big element in the debate, that we should not come across as kind of neo-colonial imposing things on others, but that we should rather engage, and that we can do by referring those agreed standards, to many of which our negotiating partners have also agreed already. So it also gives us a better starting point, and it also helps negotiating those commitments into our agreements, because we have that common base from which we start. The second, next slide, please. So the next area where we have
action points. And what you see on the slides are the action points coming under each of those themes. We have the impression we need to be better focused, and we can be better focused. Rather than having global goals of eliminating child labor in a country, it's laudable, and the situation in some places genuinely horrific, but it is not operational. So if we want to make a difference, we have to be a bit more diligent in identifying what are the specific issues, the gaps that we see in a country, where do we want to put priorities for our action, for the contribution that we can make through the implementation of trade agreements, and what are the specific steps that we want to take towards achieving those goals. One important element towards that is the concept of roadmaps. I mean, without calling it roadmaps or without presenting it in a more formalistic way, there are examples of where we have been doing, what roadmaps could be. For example, what we agreed with Vietnam on the way to the ratification of certain labor conventions, we could also call a roadmap. So that's an agreed set of steps with certain milestones that help us organizing that progress over time towards compliance that we want to achieve. Thank you. Next slide, it is. Mainstreaming is always an interesting concept because it might be one of those areas when we can be also better in tapping the potential of trade agreements to contribute to sustainability beyond the TSD chapters, trade and sustainable development chapters alone. In the TSD chapters, we have the commitments to respect those international rules and commitments. But what we can do with mainstreaming is, for example, and we have seen that in New Zealand, add a conscious element of liberalizing trade in environmental goods and services. So in elements, things that we can trade across borders that help the transition in both sides, in both parties, to the agreement. And I think this is an area where we still have to reflect further, country by country, where we negotiate on what it is that we could imagine in addition to environmental goods and services that could help us and could be of value added. In some economies and jurisdictions, it might be looking at the protection of intellectual property rights to create a business environment that allows for the transfer of technology, or to create the right environment of investment protection to create conditions that companies can come and bring their know-how and products or services so as to enable the transition in our partner countries, or to look at public procurement commitments to also influence and open up the purchasing behavior of governments or governmental actors so as to help the transition. And I think that's a reflection that we know that it may be some potential, but there's also reflection to be had with civil society, with the member states, with business as well, to see where there is potential that we may want to mobilize and use the trade agreements consciously to aim for that. Now, doing all those things, of course, goes with, next slide, please, that we also have to watch that what we commit to is happening. And on the monitoring side, what we feel is that we do have many parts that do something that is helpful, that it may be useful in a first step to connect the dots that are there already. We know that resources are an issue not only for member states, but also for the Commission and for different Commission departments. So the smartest thing we can start with is to look at how can we connect those dots. In the Commission, DG INPA has projects that might very well tie in with the ambitions and the objectives that we set out in TSD chapters. They might also tie in very well with concrete priorities that we identify. So bringing those together is what is behind that. But not just that, it's also about our delegations, missions that we have abroad as EU, but also missions abroad that member states, or in your case, regions have in our partner countries that may have their own projects, their own engagement with a partner country, and that might be useful to connect. Or it might be dialogues that our technical DGs have that very much cover the same subject matters, and where it would be a waste of resources if we duplicate or
those initiatives create something redundant. One example would be, for example, the Green Deal engagement, that the Green Deal dialogue that DG Environment started with Japan, where now discussions are taking place to start something similar with Korea. It has a fairly broad name, but it's even broader than that, because it also looks, for example, at social aspects of the green transition. So it could be very interesting topics that we should be conscious of what is happening beyond the trade sphere narrowly. We also want one more on the slide before, please. We also had conversations with the European Parliament, and we know there is big interest in what's happening on TSD. There's also very useful capacity to engage with parliaments on the other side. We just had a very good mission by the parliamentary delegations and parliamentary monitoring groups. They both could be valuable to go to another country and raise issues or continue the conversation, like recently an inter group that went to Vietnam. We see the same kind of engagement and role of the parliament when we discuss monitoring of GSP commitments under the generalized system of preferences. So just to say, there is no limit to bringing things together. And last but not least, under number 11, something very specific. One question we had in our debate was a lot of how can individuals, organizations, civil society actors bring complaints to the Chief Trade Enforcement Officer. A question was, this is not clear enough, but the burden, the hurdle, the access threshold seems to be too high. So we took the opportunity to, at the same time, revise the operating guidelines of the single entry point. So to address a couple of questions that were there, can, for example, domestic advisory groups as a group bring a complaint? Yes, certainly the European domestic advisory groups can. What if a foreign NGO has a concern? Can it bring a complaint? Yes, if a European organization or group of organizations makes that its own, they can bring that. So just to explain those operational details to make sure that there's no red tape that stands in the way to bringing those complaints, and that we can be as helpful as we want to be for those situations. Now we come to the next slide on civil society. And you see, just by looking at the number of points, 7 points out of 20, this is a key area of where we felt we need to be responsive, and we want to be responsive to the expectations, to give civil society a role. Overall, as an objective, this is important for us, because we feel civil society, and notably the domestic advisory group, can make a key contribution to the monitoring of the commitments. This is through their direct contact with organizations, with sister organizations in the partner countries, so business with local business organizations, unions in Europe, through the ITUC with unions in the other country, and in our environmental NGOs with their sister organizations. Or we would expect that is something that could help us getting a sense, a feeling of what is the real situation in the ground, and how we can identify meaningful priorities on that basis and meaningful steps towards progress over time. We do need, and we would encourage hope to generate quality substantive input and first-hand information just to help in the overall process. Now, there's one other practical steps, because one question was, now we're talking to everyone, to the parliament, to member states, to civil society, one by one. Should there not be some more of a horizontal conversation? And one way of doing that is by bringing civil society representatives, that's in item 14, together with the member state expert group we normally talk to in the ongoing management of the implementation of those TSD chapters that we have in 11 agreements covering 19 countries. So just to highlight two of the key elements. Other elements are there more formal, like EU DACs being able to talk to foreign country DACs, knowing who is member of the DACs of the other side, so that the information flow can be supported.
And now we come to what many are seem to be interested in most. Even from our perspective, we would say the bulk, the bread and butter business is in most of the other actions. And if you look at our study that we contracted, we've also been told even jurisdictions that already have sanctions on the rule books, cooperation remains the watchword for making a difference. And I think in addition to the study we had, there's also other study work done by the Florence University Institute of the EU on the so-called respect studies, which confirm how engagement over a long time sometimes can bring about those changes. So while cooperation is the watchword, we felt that some improvement is indeed useful and should be done on enforcement. We know that this goes somewhat before the comfort zone of some of the inputs and some of the stakeholders we had, but we felt it is an important contribution to make the overall outcome genuinely balanced in when looking at the wide spectrum of voices we have heard. Now, there are a couple of elements here that I would like to highlight. Number one, we would extend the compliance phase of a dispute settlement process also to the disputes to the trade and sustainable development chapter. That has practical meaning when we have a dispute settlement case like the one we had with Korea, and one party proposes a way of bringing itself into compliance with the finding of the panel, and the other party disagrees that this is sufficient, or disagrees at the later stage that the losing party has done enough to bring itself into compliance. A formal compliance phase, as we introduce it now, would mean that we can go back to the same panel who gave us a report on the initial assessment, can go back and tell us as well, us and the other party, is it enough or is it not enough? So it helps seeing through the compliance with dispute settlement findings on trade and sustainable development violations, non-compliances, and that brings us on a par with what is normal practice for other disputes in bilateral agreements. The second element that is there is the possibility of sanctions. This is done in a very carefully calibrated way because we know that on substance, EU STSD chapters are wider in scope, we cover more commitments. We are deeper by the way we frame and write commitments. So we had to be careful in calibrating the sanctions possibility to what is most important, what is, so to say, constitutional for engaging in a bilateral relationship. And there are two sets of commitments that we cover. First, conduct that materially defeats the object and purpose of the Paris Agreement on climate change. And secondly, failures to respect, promote, and realize the ILO fundamental principles and rights at work. So there we talk about non-discrimination, we talk about the elimination of child labor, the elimination of forced labor, and freedom of association, union rights. We want to capture violations that are serious enough, and we want to focus on the core values that are a precondition for a trade relationship to build upon. And we want to be also very clear, because that was also a question, an element that came out clearly in our consultations, this is meant to be a last resort. So first we want to engage, first we want to make progress with all the tools and possibilities that we have. And only if that fails, if we are forced in the end and think there's another way than going to a panel to confirm the non-compliance, and if the compliance phase fails, then at the very end, we have that possibility to resort as a last resort to sanctions, trade sanctions, very clearly. So the same kind of sanctions we would normally have in a trade agreement, also for trade and sustainable development. Now, when we look forward, I should also say here, there are other elements that come to the baggage we bring to negotiations just because things have changed.
And that concerns the two ILO conventions and the principle on occupational safety and health. In June, the International Labour Organization added occupational safety and health as a fifth fundamental principle and right at work. Connected to this are two labour conventions in the ILO framework, and that should now also be part of what we bring to the negotiating table, so that we also have the same kind of commitment and the possibility to apply sanctions to violations of the principle to occupational safety and health. And secondly, I should just recall that in the trade policy review communication, so in February 2021, we already had a commitment to add Paris as an essential element to agreements. That could be in a trade agreement, that could be in a parallel political and cooperation agreement. And there we're following the practices and the guidance we have from the Council. If you want to see how that is then all framed in practice, I recommend to go to the New Zealand agreement. I've been actually quite proud that we've been able, within a week's time from the adoption of the communication to the conclusion of negotiations, we have been able to bring the outcome of the review to an actual negotiation. It has also the added benefit for anyone who really wants to look at this, to see the different commitments, so to see what happens on the domestic advisory groups and civil society. It's not in a TSD chapter, it's now in an institutional chapter to cover the whole agreement, to look at how the interaction between dispute settlement and TSD works. I have now to look at the dispute settlement chapter. It's no longer in the TSD chapter, but all the elements are there for those who are interested to see and understand how it works in detail. Now we come to the way forward. That's the next slide. Oh no, here's just a summary of where the main differences are in terms of legal text. Just back once. So we have the compliance stage. We're adding focused a possibility to apply sanctions. So next slide, please. Way forward. Among those 20 actions, we have a large majority. We just have to go and do it. So we need to sit now within the Commission, confirm, identify, confirm priorities and ways of approaching things, pull those different dots together, discuss that with member states, involve civil society, and take it practically forward. As we have our trade and sustainable development chapters and the committees that implement that coming up as we go. And we have a committee by the end of this week, 15th and 16th of September with Korea. We have committees lined up later this year with the Andean countries, with Canada, certainly, and early next year with Japan. With Vietnam, we have to confirm the exact timing. But those will be the moments where we also take the things to our partners. But much of the action is our homework, how we want to prioritize, how we want to go about things in the agreements that exist. There may be commitments where we need to talk to our partners to get a political consensus of how to take things forward. For example, of how we want to comply with the new ILO principle on occupational safety and health, or how we want to better engage with civil society and domestic advisory groups. And of course, we have those hard commitments in the text that that we have to negotiate. And for negotiations, the message is also, the plan is also very clear. We want to bring the full Monty to future negotiations. We have brought it to New Zealand. We plan to do something similar for in India, Australia, Indonesia. So that's among the ongoing. Then we have certain negotiations that are closed. And the way to go about that, if you think of Chile or Mexico, is to get the agreements in place to enable us to discuss sustainability. And once we get there, trigger a review clause so that we can review and bring the additional commitments into the agreement. Now we have other old agreements that don't have the texts, and there we have to be very practical. We cannot open
so many agreements and negotiate them all. That would overstretch everyone. But once the moment comes that an agreement comes up for modernization, this would be the moment then to review. I fear it was a bit longer than planned, but I hope you still find it useful and happy to take questions or comments. In short, it was, we think it's a major step forward, and we hope to form a consensus that also helps us taking sustainability, but also trade policy forward with this new drive. Thank you very much. Up until now, there are no questions online. Are there questions here in the room? Yeah, I'm going to give you the mic because otherwise the people online won't hear you. Okay, thank you. My name is Renat Hanses from the Belgian Trade Union, CSC. In this actual geopolitical situation, there's a renewed impulse to go straight forward ahead with concluding new trade negotiations because you want to be sure of, for instance, the supply of raw materials for the energy transition. Won't there be a tension between the aspiration to conclude quickly this new agreements, for instance, with India, and then this sharpened TSD policy? Because we know all that India is a hard partner to conclude a strong TSD chapter. Should I answer directly, or do you want to collect questions? Do we have more questions? Because then, yes. What? I want to ask you about tailored approach. Just take one thing here. I think it's two very pertinent questions, absolutely. Now, I would start by saying already what we have in our current negotiations, you look at what we negotiated with Chile, trust it's published already, you have seen that. We have ambitious commitments. And as we have seen in our dispute settlement case with Korea, the commitments that we have are strong and enforceable. So that ambition is there already. Now, if we were to, we have concluded negotiations with Mexico, we have concluded negotiations with Chile. If we were to open now, we don't know where that would leave us with being able to conclude anything. Our preference is use the good things that are there to get them across the finish line, but then also use the hooks that we have built into the agreement, the review clause in both cases, to go back and add what may be necessary to add at a certain stage. This is maybe the most practical and most forward-leaning way of delivering on both, getting an agreement in place that gives us a basis to do both, to pursue the sustainability agenda because we have a basis to engage, and to deliver on the openness needs that are there as well. I'm not sure they are contradiction. I think these are elements or demands that rather put in this point us and push us in the same direction. Now, in the question of the country specific approach is a very interesting one because it also confronts us with maybe conflicting calls on the Commission or the negotiators. And there we want to be clear as well that on the one hand, we are very conscious that the substantive commitments that we have there pretty much constitute a universal set of values that should go into the agreements and that should be able for all partners that we have to commit to. Now, the questions maybe and the realism we may ask to deploy
might come then when we have to recognize where our partners stand, what the gaps are, what the capacity constraints may be, but also what it is that then we could bring as EU and member states to support the process that goes in the right direction. And in that sense, cooperative approach would also mean for us that we not only think at the EU what we would think is the best recipe for our partners, but that we also engage with them and ask them, where is it that you already plan to go? Can we latch onto that? Can we reinforce that? And this way focus. So country specific, we should not just think in looking at text. We'd also prefer in looking at that in the way of how do we make progress on the commitments that are there. I think we can learn lessons for that also from the way we're monitoring GSP commitments, notably for the GSP plus countries and the EBA countries where we do enhanced engagement. We look at lists of items, lists of topics that we want to pursue, but the agenda with each partner, the next steps that we can take, that differs. If there are no more questions here in the room, there are no questions online, then thank you very much, Mr. Weigel from the European Commission DG Trade. And then I would like to give the floor to Deka Buza. Ik weet niet of de pointer uiteindelijk werkt, maar ja, blijkbaar wel. Oké, goed, dankjewel. ja, de eerste slide is al eentje waar ik niet al te lang bij stil zal staan. Daar meneer Weigel van de commissie reeds de historiek en het proces dat vooraf gaat in dit dossier mooi geschetst heeft. En zelfs het punt dat we toch ook wouden meegeven aan de deelnemers, heeft ook meneer Weigel reeds kort aangehaald, namelijk dat Vlaanderen in dit proces, in dit lange proces dat vooraf ging aan deze communicatie, ook steeds een rol heeft gespeeld, een terecht te spelen. Een constructieve rol, niet alleen bij de deelname aan de openbare raadpleging voor de communicatie van de TSD-review waar we vandaag van spreken, maar evenzeer bij die onderliggende communicatie, de Trade Policy Review communicatie, die deze review aankondigde. Ook daar namen wij deel aan de openbare raadpleging. En natuurlijk eveneens hetzelfde geldt uiteraard voor de intra-Belgische besprekingen die zich hiermee bezig houden. Dan is het... Interessantste misschien om meteen over te gaan naar ja, wat is nu eigenlijk Vlaanderens of de kijk van de Vlaamse regering op handel en duurzame ontwikkeling. En een goed overzicht daarvan staat dan ook uiteraard in die Vlaamse bijdrage aan die openbare raadpleging van de TSD, over de TSD review. En die begint eigenlijk met een slagzin die vaak voorkomt in het beleidskader, namelijk dat het handelsbeleid een belangrijke hefboom kan zijn voor economische groei en duurzame ontwikkeling. En het eerste dat de Vlaamse regering hierin eigenlijk naar voren wil brengen, is dat men er alles aan moet doen om ook die positieve bijdrage aan duurzame ontwikkelingsuitdagingen die het handelsbeleid of handel aan zich reeds bijbrengt, meebrengt, met zich meebrengt, ook moet erkennen en verzilveren. Men moet, met andere woorden, een holistische benadering hebben. Dat gaat dan van. Dus zowel de positieve effecten die er reeds in zitten, als ook de specifieke bepalingen en de meer procesmatige zaken waarvan meneer Weigel ook al gesproken heeft, die we kunnen gebruiken om deze effecten te versterken of bij te sturen. Dat gaat dan van jobcreatie die armoede bestrijdt, het wegnemen van handelsbarrières, zoals ook meneer Weigel reeds zei, voor producten en diensten die oplossingen bieden voor milieu- en maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan ingenieursdiensten kunnen leveren in een partnerland, zonnepanelen, windturbines, waterzuiveringsinstallaties en zo meer in de handelstromen vatten. Ook is het gemeenschappelijk Europees handels- en investeringsbeleid daarenboven iets dat een door haar brede waaier aan partnerschappen, die natuurlijk gebaseerd zijn op dezelfde kernwaarden, al gaat men nu dan nog naar een meer partnerspecifieke aanpak. Zoals meneer Weigel reeds zei, zal dat waarschijnlijk eerder gaan over hoe gaan we die engagementen
opvolgen, dan wel over welke zullen er in zitten. Dat is ook reeds iets dat bijdraagt aan een algemene coherentie op wereldvlak aan arbeids- en milieunormen die wereldwijd gestimuleerd worden. Dus ook op dit vlak doet de EU aan standard setting en dat is iets dat we niet mogen vergeten. Daarboven stelt Vlaanderen of de Vlaamse regering voor om binnen dit kader de duurzaamheidseffecten te versterken door ervoor te zorgen dat alle economische actoren, ook kleine economische actoren zoals zelfstandige KMO's, microbedrijven, evenzeer toegang hebben tot de voordelen van vrijhandelsovereenkomsten. En vraagt dan ook dat we daar gezamenlijk werk van maken, dat we samen bedrijven kunnen sensibiliseren om deze akkoorden te benutten. Doch hier gaat het ook om transparantie, bijvoorbeeld. Eén aspect dat zeer belangrijk is, wat bij monitoring zeer belangrijk is. En Vlaanderen is ook voorstander van een doorgedreven samenwerking tussen de EU-instellingen, de lidstaten, zoals ook meneer Weigel reeds aanhaalde, maar ook bepaalde internationale organisaties. Hij sprak ook van die embeddedness, van die integratie in het multilateraal handelssysteem, zoals het reeds bestaat. Door te verwijzen naar bijvoorbeeld bestaande conventies die opgevolgd worden binnen specifieke internationale organisaties. Die organisaties verzetten immers reeds essentieel werk om globale uitdagingen in deze aan te gaan, onder andere via normering, toezicht, ondersteuning voor toepassing van die normen en onderzoek ook. Dat kan dienen als basis voor de aanpak en prioriteiten van de EU. Voorts steunt Vlaanderen de commissie in het ontwikkelen van flankerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld handboeken die omtrent de tenuitvoerlegging van vrijhandelsakkoorden en de duurzaamheidsbepalingen. Immers is niet bij alle partners dezelfde voorbestaande technische capaciteit reeds aanwezig, dezelfde hoeveelheid aan ervaring met gelijkaardige akkoorden. En dat geldt hetzelfde trouwens ook voor het maatschappelijk middenveld, dat ook op deze wijze ontmoet en gestimuleerd kan worden om hun rol ten volle op te kunnen nemen. Maar daarover straks meer. Ook de bevordering tenslotte van maatschappelijk verantwoord ondernemen is uiteraard zeer belangrijk. En meer algemeen het creëren en bewaken van een gelijk speelveld wanneer het aankomt op vereisten omtrent duurzame ontwikkeling kunnen volgens Vlaanderen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in het algemeen via het handelsbeleid. De communicatie ga ik niet te veel meer over zeggen. Dat heeft meneer Weigel uiteraard zeer volledig uitgelegd. Ik ga wel trachten om aan de hand van drie ruimere categorieën, die de zes die hij aanhaalde en de 20 acties in totaal een beetje samenvatten. Anders wordt het een beetje moeilijk qua overzicht. Trachten om eigenlijk de Vlaamse visie daar op dat kader te plakken, om op die manier een zekere communicatie tussen enerzijds de TSD-review en anderzijds de Vlaamse visie op handel en duurzame ontwikkeling te doen ontstaan. De drie categorieën, dat gaat over de 20 acties gericht op samenwerking enerzijds, de rol van het maatschappelijk middenveld anderzijds en tenslotte handhaving. Dus we gaan meteen van start naar de volgende slide misschien even doen. Dank u. De eerste daarvan, de Vlaamse kijk op samenwerking in het kader dan van de TSD-review. De eerste van de drie categorieën, u heeft zo net ook weer vernomen dat wat de commissie verstaat onder samenwerking in ruime zin in dit kader. En hierin stelt de Vlaamse regering zelf ook dat we zeker te vinden zijn voor nauwere samenwerking met alle landen belanghebbenden in dit proces. Zeker wat betreft capaciteitsopbouw in partnerlanden, technische ondersteuning van zowel de autoriteiten als ook de maatschappelijk middenveld, deze partnerlanden, de monitoring van de tenuitvoerlegging en de bewustmaking te faciliteren. Doch ook de idee van mainstreaming, die heer Weigel reeds aanhaalde, die bijvoorbeeld handel in milieugoederen faciliteert, kan daaronder vallen, aangezien dat natuurlijk ook het stimuleren van deze handelsstromen samenwerking vergt. Dat gaat ook buiten puur het opheffen van tarifaire belemmeringen. Dat gaat ook over douanesamenwerking en dergelijke meer. Dus voilà. Volgende slide, alsjeblieft. Ik ga het niet meer riskeren met dat. De Vlaamse kijk op de rol van het maatschappelijk middenveld in de tenuitvoerlegging en handhaving van TSD,
hoofdstukken of hoofdstukken handel en duurzame ontwikkeling. De visie van de commissie omtrent de rol van het maatschappelijk middenveld, de tweede categorie van de acties dus, toont ambitie, zoveel is duidelijk, hè, 7 van de 20 actiepunten, zoals daarnet vermeld. En de Vlaamse regering is uiteraard ook voorstander van een evenwichtige vertegenwoordiging uit het maatschappelijk middenveld, die zowel in de EU als ook in de partnerlanden in het kader van de Domestic Advisory Group, zoals daarnet ook weer werd aangehaald, nog even goed de civil society fora, die meestal ook gebruikt worden, versterkt. Hun rol bij monitoring, bewustmaking, advies kan niet onderschat worden. En we zijn dan ook voorstander, of de Vlaamse regering is dan ook voorstander van een positieve en brede aanpak van samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Ten slotte, wat handhaving betreft, de derde en laatste categorie, schaart de Vlaamse regering zich achter goede implementatie en voor verbetering vatbare handhaving. En al dus zijn we voorstander van een geëigend geschillenbeslechtingsmechanisme. De inclusie van zo'n geschillenbeslechtingsmechanisme zorgt dan ook voor een coöperatieve en positieve dynamiek die in stand gehouden wordt. En die leidt dan ook tot de maximale invulling van de wederzijdse engagementen in tegenstelling tot een minimumnorm die gecreëerd zou worden. En tegelijk laat de aanpak ook toe dat een breed gamma aan handelspartners zeer geïnteresseerd is in het afsluiten van handelsakkoorden met de EU. En zoals heer Weigel ook al zei, je kan maar in discussie treden over handel en duurzame ontwikkeling of handel en duurzame ontwikkeling stimuleren wanneer je een akkoord hebt. Indien je dat niet hebt, is dat natuurlijk zeer moeilijk. En dat laat ook economische diversifiering toe. En daarmee kunnen we dan weer afhankelijkheden trachten te vermijden. Het geschillenbeslechtingsmechanisme is ondertussen ook tried and tested. Heer Weigel haalde het voorbeeld van Korea ook reeds aan. En het biedt rechtszekerheid voor de economische actoren in de EU en in de partnerlanden. En dit leidt op zijn beurt tot stabiliteit in de handelsstromen tussen de EU en de handelspartner in kwestie. Ook uiteraard van onze kant, van de kant van de Vlaamse regering, steun voor de rol van de Chief Trade Enforcement Officer, die niet zo lang geleden in het leven geroepen werd, en het Single Entry Point. En daarmee heb ik mijn stukje voor het moment gezegd en vraag ik aan Jean om over te nemen voor het volgende stukje. Tenzij er reeds vragen zijn die we nu reeds kunnen nemen. Dus we kunnen het ook na de sessie informeel, dus zoals iedereen wil. Online zijn er in elk geval nog geen vragen. Dus. Oké, dan. Werkt de pointer uiteindelijk of? Te werken. Oké, goedemiddag iedereen. Dus ik ben Jean van Oost, collega van Erik. Samen volgen wij het Europees Handels- en Investeringsbeleid op het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid. Bedankt aan Vleva voor de uitnodiging om jullie hier vandaag te mogen toespreken. We hebben eigenlijk een presentatie voorbereid die misschien een heel klein beetje afwijkt van wat er in de uitnodiging stond, waarvoor onze verontschuldigingen. Maar wij denken dat zo van die momenten als vandaag heel nuttig zijn. Omdat we eigenlijk van jullie zowel feedback kunnen krijgen, als ook eigenlijk in een positie zijn als overheid, dat we eigenlijk een beetje de ogen kunnen openen van bepaalde zaken waar we eigenlijk dagelijks mee bezig zijn, die op heel veel verschillende thema's slaan. En waarbij dat ook feedback van actoren zoals jullie heel waardevol is. Dus we zien het een beetje zoals de handelsupdate van de rentrée, waar dat we eigenlijk bepaalde topics gaan uitlichten, om heel kort te tonen van kijk, dat staat er allemaal te gebeuren de komende maanden in de wereld van het handelsbeleid. Een beetje ook voor jullie van, wees je daarvan bewust. En als er bezorgdheden zijn of aandachtspunten, als overheid verwelkomen we die altijd. Dat is een beetje de afwijking, mijn excuses, van wat er voorzien was. Maar we zullen het toch hebben over de handelsakkoorden heen zorgen. Dus wat staat er op het programma voor onze presentatie? We gaan eerst eens heel kort nog eens, gewoon echt een basic, het handelsbeleid overlopen, de grote pijlers daarvan. En dan eigenlijk per pijler of doelstelling van het handelsbeleid eens gaan kijken wat zijn updates, wat zijn eigenlijk bepaalde zaken die er staan te gebeuren of die er onlangs gebeurd zijn. En dan ook heel specifiek toch nog eens kijken naar de vrijhandelsakkoorden en de offensieve handelsagenda, waar men staat in de talrijke onderhandelingen en wat er ook onlangs is afgelopen. Dus het Europese handelsbeleid, nog eens heel kort.
Maar ja, dus de Europese Unie is een douane-Unie. Dus dat maakt dat eigenlijk ja, alles wat er in de Europese Unie van land naar land gaat, dat is allemaal ja, zonder tarieven. Wat dat ook maakt dat als je goederen importeert binnen de Europese Unie, dat er een gelijk tarief moet zijn aan de buitengrens. Anders zou alles naar één lidstaat gaan waar een nultarief is en dan gewoon volgens dat nultarief verschuiven naar een ander land die misschien een hoger buitentarief heeft. Dus dat maakt dat de Europese Commissie dan ook verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met tarieven, handelsakkoorden en handelspolitieke beschermingsmaatregelen. Dat is dan ook specifiek de verantwoordelijkheid van de dienst waar meneer Weigel van kwam, DG Trade, en het hoofd daarvan staat commissaris Dombrovskis. Nu, als we het handelsbeleid van de Europese Unie moeten proberen samenvatten, dan gebruiken wij meestal zo'n soort van diagram die zegt, ja, er zijn eigenlijk vier grote pijlers of doelstellingen eigenlijk van het Europees handelsbeleid. En dat is in de eerste plaats het openen van markten, dat is een beetje de meer offensieve agenda. Is er anderzijds dan daartegenover dat we ook wel moeten zeggen, oké, er is de competitiviteit die we moeten waarborgen van onze Europese economische actoren, die we ook wel moeten steunen. Daarnaast, en daar hebben we het nu net al heel veel tijd aan besteed, het promoten van de Europese waarden dankzij de Europese handelsagenda. En tenslotte speelt Europa ook een rol op het multilaterale. En wat volgt, gaan we eigenlijk per pijler een keer snel kijken van oké, wat wil dat nu concreet zeggen en ook wat zijn de relevante dossiers die spelen per pijler eigenlijk. Dus, maar eerst overkoepelend. In het geheel is altijd de update van wat er momenteel speelt. Eigenlijk zit er nog een overkoepelende oefening waar meneer Weigel ook over sprak. Dat is de Trade Policy Review. Dat was wat de commissie in 2021 ondertussen, denk ik, mee naar buiten kwam. Eigenlijk een beetje zo de grote aangekondigde update van wat ze willen zien. Hoe dat ze het Europese handelsbeleid op korte of middellange termijn terug willen sturen, bij zo'n spreken. Dat is eigenlijk een oefening die heel breed is en die zowel nog blijft doorlopen als zal doorvertaald worden naar specifieke dossiers. Daarbij een beetje aansluitend heb je ook nog altijd het grote debat van open strategische autonomie. Daar is ook een rol weggelegd voor het Europees handelsbeleid, dus dat blijft ook wel spelend, overkoepelend. En dan nu, ja, u sprak er ook al van in uw vraag, de problematiek rond grondstoffen en dergelijke meer. Daar raakt ook aan heel wat verschillende raakvlakken van het Europees handelsbeleid, zowel multilaterale als de toegang als ook ja, duurzame ontwikkeling en dergelijke meer. Dus daarom dat we dat ook eigenlijk geplaatst hebben in de meer overkoepelende thematiek. Goed. Nu, de eerste pijler is eigenlijk, ja, de Europese Commissie of het Europees Handelsbeleid heeft eigenlijk tot doel om nieuwe markten te openen voor de Europese economische actoren, marktoegang te creëren en ze eigenlijk te steunen in hun internationalisering. Hoe doen ze dat eigenlijk? Op twee manieren. Enerzijds heb je een echt pure offensieve pijler die zegt, ja, we gaan handelsmarktopeningen gaan creëren via handelsakkoorden en dergelijke meer. Dat is de meer proactieve aanpak. Maar heb je tegelijkertijd ook een reactieve aanpak, die eigenlijk gericht is op het aanpakken van handelsbelemmering die onze bedrijven tegenkomen wanneer ze momenteel al internationaal actief zijn. De commissie heeft dus die twee zaken dat ze kan doen. Handelsakkoorden komen straks nog breed op terug. Nu, wat zijn de voordelen voor bedrijven? Wel ja, er zijn opportuniteiten dat je kunt benutten van die vrijhandelsakkoorden. Get out there, use them. En dan anderzijds, als je handelsproblemen tegenkomt als bedrijf, weet dat de Europese Commissie een grote dienst heeft, ook zeer slagkrachtig kan zijn, omdat je als Europese Unie eigenlijk met derde landen kunt gaan spreken als bedrijven problemen hebben met bepaalde regelgeving die we denken dat oneerlijk is en dus de internationale handel bemoeilijkt. Wel, die kunt je melden aan de Europese Commissie en dan kan zij ook actie ondernemen. Dus dat is een voordeel om mee te nemen. Kort dan de updates. Handelsakkoorden, daar komen we straks nog terug. Voor het aanpakken van handelsbelemmering. De commissie heeft een interactieve tool dat Access to Markets noemt. Dat is heel, heel gebruiksvriendelijk, heel sterk vernieuwd geweest de voorbije jaren. En daar zit ook een heel breed luik aan alles te maken heeft met handelsbelemmering, om dat gemakkelijker te kunnen melden als bedrijf. Maar ook van de hele eenheid gebruik om aan te halen dat als bedrijven, misschien bij de kijkers thuis, om zo te zeggen, als er problemen zijn en dergelijke meer, je mogen ook altijd contact opnemen met de Vlaamse overheid. Wij hebben ook intra-Belgisch heel wat kanalen waar dat we handelsbelemmering kunnen melden. Dus we kunnen echt wel garanderen dat er een opvolging is aan de eventuele bezorgdheden die er leven. Natuurlijk, de Europese Unie is een zeer open markt. We moeten er natuurlijk ook wel mee opletten dat we ook eerlijke concurrentie kunnen garanderen. Het is goed om heel open te zijn, maar natuurlijk in een wereld waar
ja, dat er wel handelsspanningen kunnen gebeuren, maar dat er ook heel wat fragmentaties en regels en dergelijke meer. Is het belangrijk dat er ook een gelijk speelveld kan zijn. Hè, dat iedereen op dezelfde, volgens dezelfde spelregels kan spelen, dat er eerlijke concurrentie is. Hè. En dus daarom heeft de Europese Commissie ook een heel arsenaal van handelsverdedigingsinstrumenten in haar toolbox om te remediëren aan eventuele problemen die bedrijven ondervinden ten aanzien van die hele grote openheid en wat dat daarmee gepaard gaat. Nee, dus de Europese Commissie is ook verantwoordelijk om bijvoorbeeld antidumpingonderzoeken in te stellen of ook bepaalde subsidiëringen die een competitiviteitseffect hebben voor EU-bedrijven. De Europese Commissie kan daar brede onderzoeken over doen. Dus dat bestaat. Wat zijn dan natuurlijk de voordelen en de nadelen? De voordelen in de eerste plaats is rechtstreeks. Als je een probleem hebt, kun je bij de commissie gaan. De commissie kan een onderzoek opstarten. Ja, dat is wel alleen vrij breed. Maar ook onrechtstreeks, er is een bepaalde bescherming die dus wel impliciet gecreëerd wordt door de Europese regels, waardoor dat bedrijven kunnen blijven opereren. Natuurlijk, er kan ook impact zijn voor economische activiteit. Als er strengere maatregelen moeten genomen worden omwille van oneerlijke concurrentie, kan dat soms ook wel een impact hebben op bedrijven zelf, hier in Europa. Nu, update. De meneer van de commissie had er ook al over gesproken en Erik ook. De Chief Trade Enforcement Officer is aangesteld geweest in ook denk ik 2020. En die heeft echt als rol om eigenlijk de implementatie van het Europees handelsbeleid nauw en sterk op te volgen. Dat gaat zowel over handel en duurzame ontwikkeling, maar dat gaat ook over eerlijke concurrentie en dergelijke meer. Hey, dus daar hebben ze eigenlijk bij de commissie echt één iemand aangesteld die daarop werkt. Dus dat is wel een punt die blijft heel wat initiatieven nemen en zo, dus dat is wel iets om op te volgen als u dat interesseert. Is er ook het International Procurement Instrument naar buiten gekomen uit de Europese instelling. Dat is eigenlijk een instrument die ervoor wil zorgen dat er eigenlijk meer reciprociteit is in de opening van de markten ten aanzien van openbare aanbesteding. De Europese Unie heeft een zeer open markt voor openbare aanbesteding voor buitenlandse spelers, maar dat is niet altijd wederzijds. Dus de Europese Commissie heeft eigenlijk een instrument opgericht waarmee dat we eigenlijk meer reciprociteit kunnen gaan eisen bij andere partners door eigenlijk maatregelen te kunnen nemen op buitenlandse actoren die hier meedingen voor openbare aanbesteding, maar die van een land komen waarbij dat onze Europese bedrijven heel veel moeite hebben om daar eigenlijk actief te zijn. Dus dat is een beetje een soort van middel om wat druk te zetten. Dan zijn er momenteel ook nog besprekingen bezig over een instrument van de commissie rond buitenlandse subsidies, waarbij er bekeken wordt hoe dat eigenlijk buitenlandse subsidies van buiten de Europese Unie bedrijven hier in Europa steunen en dat dat eigenlijk tot oneerlijke concurrentie of tot spanningen leidt met onze eigen mededingingsregels binnen de Europese Unie. En dan is er tenslotte ook nog een instrument rond antidwang dat momenteel besproken wordt op Europees niveau. En dat wil eigenlijk de Europese Unie voorzien in een soort van instrument om dwangmaatregelen van derde landen te kunnen tegengaan of daar alleszins te kunnen op reageren. Dus dat is momenteel nog volop in bespreking. Maar dat is wel een belangrijk instrument, omdat dat zowel over handelsbeleid gaat als buitenlands beleid en dergelijke meer. En dat kan toch wel aanzienlijke gevolgen met zich mee hebben naar implementatie toe. Dus opnieuw eigenlijk gewoon een beetje wat topics op de radar zetten. Dat zijn zaken die nog de komende maanden, daar zal nog heel wat rond te doen zijn en aandacht voor zijn met een impact. Dan komen we bij de derde pijler en de derde doelstelling van het Europees handelsbeleid. En dat is eigenlijk het kunnen promoten van Europese waarden. Hè. Eigenlijk moet je dat kunnen zien als de Europese Unie heeft eigenlijk naar het buitenlands beleid toe een zeer sterk instrument, namelijk het openen van de Europese markt. Hè. Dat creëert economische perspectieven voor derde landen en dergelijke meer. Maar de Europese Unie zegt vaak, kijk, het is wel volgens bepaalde normen en waarden. Hè. Het is niet zo dat er alleen maar over vrijhandel is en de rest interesseert ons niet. Dat is ook wat het eerste deel van de sessie over ging. Met de Europese handelsagenda heb je echt wel een middel om ook andere doelstellingen te gaan realiseren. En dat gaat dan over het promoten van de Europese waarden rond bijvoorbeeld milieu en arbeid. Er worden eigenlijk in vrijhandelsakkoorden specifieke provisies rond opgenomen. Afspraken tussen de Europese Unie en het partnerland, dat er respect moet zijn voor provisies die eraan gelinkt zijn. Maar er zijn ook andere heel specifieke programma's, waarbij dat eigenlijk de Europese Unie via het handelsbeleid eigenlijk steun biedt aan ontwikkelingslanden, zoals het
zoals economic partnership agreements of the general scheme of preferences. Dus voilà, dat kadert daar eigenlijk ook. En nu, wat zijn de voordelen? Maar ja, dat kan eigenlijk ook economische voordelen opleveren als je daar wat mee omgaat en dat bekijkt, op welke manier dat je ook kunt gaan steunen eigenlijk in die landen. Maar ook zoals dat Erik al aangaf en de visie van de Vlaamse regering op handel en duurzame ontwikkeling. Ja, als je een ingenieursbureau bent bijvoorbeeld die specialiseerd is in milieudiensten, de Europese Commissie onderhandelt nu ook specifieke hoofdstukken waarin dat ze dergelijke export van diensten vergemakkelijkt. Dat creëert uiteindelijk ook opportuniteiten om die kennis te gaan exporteren en te gaan helpen in landen waar dat de uitdagingen zijn. Er zijn ook natuurlijk wel aandachtspunten om te weten, bijvoorbeeld bij de General Scheme of Preference, daar kunnen bepaalde tariefpreferenties ingetrokken worden. Als je natuurlijk als bedrijf een businessmodel hebt opgericht waarbij dat je rekening houdt met nul tarieven, en plotseling komen er dan wel terug nieuwe tarieven, dan moet je daar wel aandachtig voor zijn dat dat kan veranderen. Heel kort, wat zijn de updates die daarbij nog de komende maand zitten aan te komen? De herziening van de General Scheme of Preference verordening. Momenteel is er een verordening die loopt. Het komt er eigenlijk heel kort op neer dat een lijst landen tariefvrij mogen exporteren naar de Europese Unie in ruil voor het respecteren van fundamentele, misschien niet fundamenteel het juiste woord, maar voor het respecteren van duurzame ontwikkelings, thematieken, van politiek tot mensenrechten en dergelijke meer. En bij eventuele non-respect, of respecteren van die zaken, kan men eigenlijk de tariefpreferenties terug intrekken. De huidige verordening loopt af in 2023, waardoor er op 1 januari 2024 een nieuwe verordening in plaats moet zijn. Dus daar lopen momenteel de besprekingen over. De TSD review, daar zijn we over gesproken zo net. Er is ook een initiatief om eigenlijk de deforestation free value chains, om te kijken wat dat er op de markt komt, als dat niet product is van gelinkt aan ontbossing en dergelijke meer, om daar aandacht voor te zijn en daar maatregelen over te nemen. En dan is er ook nog een due diligence initiatief van de Europese Unie, dat momenteel volop besproken wordt. We hebben het er niet bij gezet, maar er is ook een nieuw initiatief op komst rond de Forced Labour Ban. Ging normaal gezien vandaag moeten gepubliceerd worden. Dat is uitgesteld naar ergens anders deze week. Maar dat is ook wel iets dat zeker nog op de radar moet liggen bij velen. En we nog aan zitten komen de komende maanden. Dan tenslotte heel kort nog het multilaterale systeem. Waar dat dus de Europese Unie spreekt eigenlijk bij de Wereldhandelsorganisatie, die eigenlijk het meest grootste of hoogste instituut is, of internationale organisatie, waar dat er over handel gesproken wordt. Vanuit de Vlaamse regering is er ook al veel aandacht voor de werkzaamheden van de Wereldhandelsorganisatie, omdat natuurlijk hoe meer handelsregels dat je op multilateraal niveau kunt overeenkomen met heel veel partners wereldwijd, hoe beter. Omdat je anders natuurlijk met meer fragmentatie gaat overal. Maar natuurlijk, dat is niet altijd even vlot, bij wijze van spreken, om tot akkoorden te komen en dergelijke meer. Maar blijft natuurlijk wel een heel belangrijke institutie. Omdat, er kunnen relevante initiatieven zijn, dat blijft meestal wat ver, voordat dat echt duidelijk kan doorvertaald worden naar concrete voordelen voor bedrijven, dan zo KMO's en dergelijke meer. Maar er zijn er wel degelijk, af en toe komen er nieuwe initiatieven naar buiten. Maar er kan ook wel een mogelijke impact zijn, namelijk. Daar worden ook wel internationale regels besproken, maar bijvoorbeeld als er ook handelsgeschillen zijn tussen landen, wordt dat ook bij de Wereldhandelsorganisatie beslecht. En momenteel ligt bijvoorbeeld de rechtbank, bij wijze van spreken, om handelsgeschillen te beslechten, is geblokkeerd omwille van technische zaken, dat er eigenlijk geen rechters meer zijn. Dat kan ook een impact zijn, eigenlijk, dat handelsgeschillen kunnen blijven duren en dergelijke meer. Korte update, zoals ik zei, de WTO is niet altijd even gemakkelijk om tot akkoorden te komen, dus er zijn momenteel nog heel wat werkzaamheden bezig om de WTO te hervormen en te moderniseren, om beter tegemoet te kunnen komen ook aan eigenlijk een wereld die heel erg veranderd is, ook op vlak van handelsbeleid en handelsbetrekking de voorbije jaren. Maar om ook te zorgen dat bijvoorbeeld het geschillenbestrijdingsorgaan efficiënter kan functioneren en dergelijke meer. Voor de zomer was er eind mei de ministeriële conferentie in Genève. Dat was eigenlijk de tweede keer dat dat uitgesteld was. En dan kan het eindelijk doorgaan voor de zomer. Daar zijn akkoorden gevonden over een TRIPS en intellectueel eigendom op COVID-vaccins. Is er een akkoord gevonden rond visserijsubsidies. Ook rond landbouw is er een publicatie geweest en zo. Dus
Dat zijn allemaal grote, brede lijnen die nu gezet zijn geweest, die nu verder geïmplementeerd worden de komende maanden of jaar, in aanloop naar MC13, die zal plaatsvinden in, ik geloof, 2024 of zo. Dus dat moet nog bepaald worden. Maar voilà, dat zijn al sinds topics die nog zullen terugkomen. En tenslotte hebben we er wel nog bij zet e-commerce, daar is nu heel wat rond te doen. Er is ook een initiatief lopende bij de WTO. En daarvan is ons aanvoelen dat dat toch wel positieve impact kan hebben op bedrijven. Dus dat dat wel iets is om in de gaten te houden. Omdat er daar wel, dat dat zo een van die dossiers is bij de WTO die wel een concrete impact of een concrete voordeel kan gaan opleveren en die niet te breed beleidsmatig is voor bedrijven. Ja, dus er is eigenlijk een joint, er worden eigenlijk momenteel besprekingen gehouden met leden van de WTO, om te kijken hoe dat men eigenlijk e-commerce kan vergemakkelijken eigenlijk tussen alle landen, multilateraal en wereldwijd. Het zijn lange besprekingen natuurlijk, maar voilà, daar zijn wel zaken die rond gebeuren en waar men op een bepaald moment zou moeten kunnen landen. Nee, dus dat is wel iets. Dus ja, dat is iets dan, ik weet niet wat de moed is om dat echt te vermelden van MC12, van het memorandum op e-commerce, het moratorium. Maar goed, we kunnen misschien achteraf nog eens over spreken. Hop. Dus voilà, dat was het dan eigenlijk voor die vier pijlers, om eens kort te duiden, nog eens een crash course, waar gaat het over, wat dan de Europese Commissie doet. Maar ook waar het eigenlijk zit aan te komen qua dossiers de komende maanden, het komende jaar. Goed, dan nu over de Europese Vrijhandelsakkoord. Dat was eigenlijk in die eerste pijler van de Europese Commissie. Wat kan ze doen om eigenlijk marktopeningen te creëren en eigenlijk meer bedrijven te helpen in hun internationalisering? Misschien gaan we gewoon heel kort eens zeggen, wat zit er eigenlijk in zo'n Europees Vrijhandelsakkoord? Hoe komt het tot stand en wat is eigenlijk de rol voor onderneming? Maar dat kan eigenlijk ook breder gaan. Ik ben eigenlijk te nauw gekeken hier door enkele ondernemingen te vermelden. Dat is gewoon in het algemeen. De stakeholders, alle input is altijd welkom. Dus daar ga ik eens kort naar kijken. En dan tenslotte, opnieuw zoals we net deden, een beetje update. Wat zit er aan te komen de komende maanden? Oké, wat zit er eigenlijk in een FTA? Dus zoals dat in zei, met een vrijhandelsakkoord wil de Europese Unie eigenlijk nieuwe markten openen voor gemakkelijker aan handel te kunnen doen op vlak van goederen, diensten, maar ook om investeringen te vergemakkelijken. Hoe doet ze dat dan? Via provisies. In de eerste plaats gaat het de meest voor de hand liggende is tariefverlaging. Als je met een land zit die heel hoge tarieven heeft en je wilt gemakkelijker goederen exporteren, wel, dan ga je eigenlijk met het vrijhandelsakkoord ofwel onmiddellijk nul tarieven onderhandelen, ofwel graduele verlaging. Om ook niet de volledige markt te gaan destabiliseren door onmiddellijk in een land nul tarieven te zetten. Je moet soms de tijd geven ook aan de industrie om zich aan te passen aan een nieuwe marktomstandigheden en nieuwe marktspelers die gemakkelijker toegang hebben. Dus dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende om goederen gemakkelijker te kunnen exporteren. Maar er zijn dan ook heel specifieke engagementen die worden opgenomen in een vrijhandelsakkoord en afspraken. Bijvoorbeeld het vermakkelijken van toegang tot openbare aanbestedingsmarkten. We hadden er net al een beetje over met het International Procurement Instrument. Ook afspraken rond e-commerce. Dat de vereisten voor het oprichten van een filiaal, dat daar specifieke akkoorden worden rondgevonden om dat te vergemakkelijken. Europese bedrijven gemakkelijker een filiaal kunnen openen en dergelijke meer. Maar dan zijn er ook nog niet-tarifaire belemmeringen. Tarieven is het meest voor de hand liggende, maar soms is internationaal handel doen gewoon heel moeilijk omwille van de regelgeving van het land naar waar hij wil exporteren of waar hij wil ondernemen. Of douaneprocedures die soms wel langer nemen of wel moeilijker zijn en dergelijke meer. Dus eigenlijk dat wordt ook opgenomen in een vrijhandelsakkoord, is voor te kijken hoe kunnen we eigenlijk die niet-tarifaire belemmeringen wegwerken en eigenlijk die handel nog meer vergemakkelijken. Niet alleen met nul tarief, maar ook gewoon met samenwerking met het derde land. Dus douanefacilitering, over sanitaire en fytosanitaire maatregelen worden er afspraken opgenomen en dergelijke meer. Erkenning van certificaten, standaard en dergelijke. Dat is eigenlijk heel breed. Dat is eigenlijk alles dat niet te maken heeft met de gekende tarifaire belemmeringen. Maar er gaat ook meer, zoals dat ook al zei, openen van markt moet wel te gepaard gaan met een zekere bescherming. Er moet een eerlijk gelijk speelveld zijn. Dus daar worden ook heel wat provisies rond aangenomen. We gaan bijvoorbeeld over geografische aanduiding om te kunnen garanderen dat, dat is het klassieke voorbeeld, dat Geneve alleen maar vanuit de Geneve-producenten in Europa kan komen en dat je niet als derde land kunt zeggen van oké, ik ga vanaf nu ook Geneve op de markt brengen onder dezelfde naam en dat dan exporteren naar de Europese Unie. Er worden afspraken opgenomen rond rituele eigendom om dat te beschermen.
transparantievoorzieningen, ook mededingingsregels rond dat er steun wordt gegeven aan bedrijven en dergelijke meer. En ook allemaal vanuit het idee opnieuw, we gaan die markt openen, maar dat moet natuurlijk wel gekaderd kunnen gebeuren, dat er geen wilde economische toestanden gebeuren, omwille van gewoon alles is opengesteld zonder een omvattend kader. En natuurlijk heel belangrijk is ook een hoofdstuk duurzame ontwikkeling vanuit dat idee. De Europese Unie met haar open handelsagenda ook andere zaken kan bewerkstelligen en de Europese waarden kan promoten in derde landen. Dus dat is eigenlijk echt heel breed, een beetje ook te snel, maar dat er eigenlijk zo'n vrijhandelsakkoord zit. Hoe komt dat eigenlijk tot stand? Wel, in de eerste plaats gaat de commissie aan een derde land zeggen van kijk, we willen met jullie eigenlijk een vrijhandelsakkoord onderhandelen en een onderhandeling opstarten. De Europese Commissie zal onderzoek doen met relevante actoren. Is dat nuttig? What's in it for us? En dergelijke meer. En een keer dat ze daar een goed overzicht van heeft, wat zijn onze belangen, dan gaat ze een onderhandelingsmandaat voorstellen aan de Europese lidstaten, die de lidstaten dan goedkeuren of amendementen op doorvoeren en dergelijke meer. En dan komt de commissie eigenlijk aan de slag. Opnieuw, zoals men zei, de commissie is de hoofdrolspeler als het komt tot het Europees handelsbeleid. Zij onderhandelen niet de lidstaten, maar ze onderhandelen natuurlijk op basis van een mandaat. Wat is de rol voor bedrijven of breder gewoon organisaties? De commissie organiseert vaak ook een brede consultatie van alle actoren. Nee, dat is heel open, gaat van bedrijven naar maatschappelijk middenveld en dergelijke meer. En dus daar zijn alle actoren uitgenodigd om eigenlijk hun belangen, offensieve en defensieve belangen, te delen met de Europese Commissie, dat meeneemt en hoe ze eigenlijk die onderhandeling wil aanvatten en wat dat ze wil behalen eigenlijk met dat derde land. Specifiek voor ons, bijvoorbeeld in de toekomst of zo, is eventueel input ook altijd welkom bij de relevante actoren intra-Belgisch, maar ook bij ons, bij de Vlaamse overheid. Wij volgen al die onderhandelingen ook actief op in de beginfase. We hebben verschillende organen waar we ook de belangen kunnen naar voren schuiven. Dus voilà, alle input is altijd welkom om de belangen te verdedigen. Dan beginnen de onderhandelingen. Dat is altijd op basis van give and take. Dat is nu eenmaal onderhandelen. Maar de commissie houdt altijd goed voor ogen wat zijn onze offensieve belang, defensieve belang en dergelijke meer. Er is ook regelmatige terugkoppeling naar de Europese lidstaten, om te weten natuurlijk waar is men bezig. Op welke momenten kan de commissie opgeroepen worden om een beetje meer te gaan eisen van het derde land? Of kan de commissie opgeroepen worden om een beetje voorzichtiger te zijn in wat dat ze allemaal aan het geven is aan het derde land en dergelijke meer? Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Dat komt ook al het punt van transparantie naar voren en dergelijke meer. Ook daar is er opnieuw een rol voor organisaties in twee richtingen eigenlijk. In de eerste plaats, als er bijkomende problemen of ervaringen zijn, dan mag dat altijd gemeld worden. Dan kunnen we dat ook doorgeven aan de commissie. Het is dan ook aan meenemen met de onderhandeling. Dus uiteindelijk zit je in die onderhandeling met een band aan het creëren zijn met het land, om eigenlijk de handel te vergemakkelijken, waardoor dat eventuele problemen die momenteel worden tegengekomen, beter ook meegenomen worden in de onderhandeling, met het oog op die op te lossen en dergelijke meer. Wel nog een belangrijke, is ook eigenlijk al beginnen anticiperen op het einde van de onderhandeling. Normaal gezien, als men een handelsakkoord onderhandelt, wil men dat het er komt. En dus zit je natuurlijk al met het aspect van de first mover advantage. Als je denkt van, oké, dat akkoord zit eraan te komen, ik ben al in dat land, ik doe al ervaring op, dus op het moment dat het akkoord in werking treedt, heb ik eigenlijk al een voordeel om er supergoed van gebruik te kunnen maken, een keer dat zover is. Dan wordt het akkoord eigenlijk gesloten. Dus dan moeten de lidstaten, daar gaan we niet te veel in detail gaan, maar de lidstaten moeten dan instemmen, dan moet het Europese parlement instemmen, en dan moet nog geratificeerd worden in functie van de aard van het akkoord. Kan dat lang duren als alle parlementen het moeten ratificeren of dat het enkel een EU-only akkoord is. Van, we gaan niet te veel in detail gaan, dat is niet onmiddellijk relevant, maar het komt erop neer, het moet nog door de lidstaten en het Europees Parlement goedgekeurd worden. En dan kan het eigenlijk in werking treden. Dus daar is het zover dat je dan eigenlijk voor de organisaties de opportuniteiten moet kunnen gaan benutten van het akkoord. Het is er, get out there, use it. En eventuele problemen met de implementatie, die kunnen altijd gemeld worden. De commissie doet daar heel veel werk rond. Dus zoals we zijn met de Chief Trade Enforcement Officer, dergelijke meer. We hebben een akkoord met duidelijke regels. Als er problemen zijn, moeten we kijken wat dat we hebben in het akkoord om daaraan te remediëren. Heel snel, de Europese Unie heeft een zeer breed arsenaal van vrijhandelsakkoorden, 46 akkoorden met 78 partners. Ik ga niet te veel in detail gaan, maar voilà, het bestaat waarom we oproepen om dat eens te gaan bekijken. En mochten jullie ontdekken dat jullie met bepaalde landen handel drijven, dat er zo eens kunnen gaan kijken, bestaat er misschien een vrijhandelsakkoord mee om die handel te vergemakkelijken. En dan komen we eigenlijk tot het punt van eigenlijk de update van deze
van deze bijeenkomst. Om eens te bekijken naar heel concretere... het is niet gelukt om het ingekleurd te hebben. Maar we gaan eerst kijken naar akkoorden die al in werking zijn. Canada, Japan, Vietnam en Singapore. Omdat we daar wel bepaalde nieuwtjes te melden vallen. Dan gaan we eens kijken naar akkoorden die afgesloten zijn. Mexico, Mercosur, China, Nieuw-Zeeland. En dan tenslotte akkoorden die nog volop onderhandeld worden. Goed, eerst en vooral Canada. Canada is eigenlijk al, dat is niet zo recent, dat is 2017. Maar dus het EU-only aspect, dus het echte puur economische, is eigenlijk al in werking. Lange tijd, dus kunnen we al gebruiken. Men gaat ook richting de vijfjarige verjaardag van het CETA-akkoord. Natuurlijk, er is ook nog een aspect rond investering en investeringsbescherming. En dat is nog niet in werking, omdat dat eerst moet geratificeerd worden door alle lidstaten. Next steps of een kleine update daarbij. Er zijn momenteel gesprekken bezig tussen de Europese Unie en Canada om over een soort van akkoord rond mutual recognition of professional qualification of architects. Om eigenlijk de handel in architectuurdiensten is misschien niet het juiste woord, maar om eigenlijk, dat is eigenlijk een zeer specifiek sectoraal extra akkoord dat bovenop CETA komt, dat dankzij CETA mogelijk wordt gemaakt, die dus eigenlijk meer opportuniteiten zou moeten creëren voor architecten. Dat is eigenlijk wel iets vrij unieks en wie weet kan dat de deur openen voor meer sectorale akkoorden. Maar wel nog een ander belangrijk punt bij CETA, zoals ik zei, we gaan richting de vijfjarige verjaardag van CETA. Maar er is nu ook eigenlijk vanuit Duitsland, zijn er nu echo's gekomen, dat de Duitse regering eigenlijk klaar is om stappen te ondernemen voor de ratificatie van het CETA-akkoord. Natuurlijk is Duitsland wel een belangrijke partner. Maar Duitsland heeft eigenlijk met de Europese Commissie gesprekken gehad om bepaalde provisies in het CETA-akkoord te gaan verduidelijken. En definities te gaan specifieren rond fair and equitable treatment, denk ik. Indirecte onteigening en fair and equitable treatment. Eigenlijk met het idee van te kunnen verzekeren dat de partijen kunnen verder reguleren op vlak van klimaat, energie en gezondheid, om de legitieme publieke doelen te realiseren en tegelijkertijd te vermijden dat de investeerder staat, verschillende beslissingsmechanismes misbruikt worden door investeerders. Ja. Dus dat is wel eigenlijk een belangrijk punt natuurlijk, omdat dat beweging creëert dus in het hele verhaal. In België, we hebben het nog niet geratificeerd volledig, omdat... Vlaamse zijde zijn alle procedures doorlopen, maar nog niet bij alle... relevante actoren intra-Belgisch, waardoor dat België nog niet officieel geratificeerd heeft. Dus voilà, maar dat is voor Duitsland wel nog een belangrijk punt. Volgende stap is dus, dat is nu een technische tekst die klaar is, wordt nu aan de Europese lidstaten voorgelegd. Dat is eigenlijk gewoon het verduidelijken van bepaalde provisies. En dus nadien zal de Europese Commissie daarmee oversteken naar de Canadese partners, om te zien of ze daar ook mee akkoord zijn. En dan kan dat tot volgende stappen leiden. Japan. Is ook al in werking sinds 2019, dus dat is ook al effjes. Het economische luik is in werking, maar er is ook nog het investeringsbeschermings- en investeringsakkoord, die ook ratificatie vereist van heel wat actoren en verschillende parlementen. Dus dat is nog niet volledig af. De volgende stappen, wat er hier gewoon bij zet, is een digital partnership dat aangekondigd is geweest tijdens de recente top van mei 2022, geloof ik, tussen de EU en Japan. Waar dat er gezegd is dat men wel samenwerking om te kijken dat men op vlak van digitaal meer kan doen. En dus dat heeft ook wel een handelsperspectief. Dan Singapore. Akkoord van 2019. Het economische deel is al in werking. Het investeringsbeschermingsaspect dat moet nog ook geratificeerd worden. De lidstaten is nog niet in werking. Ook daar is er een digital partnership aangekondigd geweest tussen de EU en Singapore. Dat is ook iets om in de gaten te houden, maar natuurlijk Singapore wel een heel specifieke handelspartner is, waarbij er heel wat opportuniteiten zijn op vlak van diensten, veel meer soms dan goederen eigenlijk, waardoor dat ook wel iets is dat mogelijk impliciet tot meer of betere of het vergemakkelijken van eigenlijk diensten. Dienstenbetrekking eigenlijk. Ja. Ja.
Op dit moment eigenlijk hebben we nog niet zo heel veel concrete informatie hoe ze dat willen gaan uitwerken in de specifieke acties. Maar het is wel een soort van intentie eigenlijk om te gaan zien hoe men beter kan samenwerken op vlak van digitaal beleid, of er daarbij komt kijken. Maar we zullen misschien nog moeten kijken of we specifieke documenten of meer uitleg over vinden, en dat kunnen we dan eventueel nog bezorgen achteraf. En dan bij Vietnam, eigenlijk ook een beetje in dezelfde aard. Het vrijhandelsakkoord is al in werking. Alleen wachten we nog op de ratificatie van het investeringsbeschermingsakkoord. Dan afgesloten akkoord, of akkoorden die eigenlijk in de goedkeuringsprocedure zitten voordat dat ze dus echt in werking kunnen treden. Maar in de eerste plaats zit je met het akkoord van de Mercosur. Mercosur-akkoord is eigenlijk een breed associatieakkoord met drie grote pijlers. Er is enerzijds een politiek deel aan het akkoord, een samenwerkingsdeel, en een economisch gedeelte. Het economisch gedeelte was afgesloten na zeer lange onderhandeling, 20 jaar, in 2019. Maar al heel snel zijn er heel wat bezorgdheden uit over de duurzaamheidsaspecten. Met ook eigenlijk overheden binnen de Europese Unie die ook al hevige kritiek hadden geuit. En dus heeft de commissie ook al gezegd, oké, we nemen die bezorgdheden rond duurzaamheid ernstig. En is er ook al in gesprek over gegaan met de landen van de Mercosur om te zeggen van kijk, we moeten eigenlijk bijkomende werkzaamheden ondernemen om tegemoet te komen aan die bezorgdheden en om eigenlijk de engagementen die er zijn opgenomen, want het is niet zo dat er in het Mercosur-akkoord niks staat over handel en duurzame ontwikkeling, maar om eigenlijk wat dat erin staat rond handel en duurzame ontwikkeling, eigenlijk om die provisies qua implementatie te kunnen gaan versterken. Dus daar, dat is iets om in de gaten te houden, is het bijkomende initiatief en de bijkomende besprekingen die er zijn tussen de Europese Commissie en de landen van de Mercosur, om eigenlijk de ratificatie van het Mercosur-akkoord mogelijk te maken. Een ander akkoord dat er in 2020 kwam, is een investeringsakkoord met China, dus geen vrijhandelsakkoord. Dat is wel belangrijk om te weten. Dus dat was eigenlijk een akkoord om eigenlijk de toegang tot de investeringsmarkt in China en in de EU, om dat te vergemakkelijken tussen beide partners. Maar het is ook een akkoord dat heel wat klassieke hoofdstukken kent. Zij het wel specifiek gericht op investeringsaspecten, maar er is ook een element rond handel en duurzame ontwikkeling opgenomen en dergelijke meer. Dat akkoord ondergaat momenteel een taaljuridische herziening, alvorens naar de lidstaten gegaan voor de ratificatieprocedures op te starten. Maar het is natuurlijk wel zo, ik denk dat de situatie is wel gekend, dat de huidige situatie, waarbij dat er sancties zijn uitgevaardigd op bijvoorbeeld het Europees Parlement en dergelijke meer, ook wel tot spanningen leidt en of toch al sinds de omstandigheden op dit moment wat moeilijker maakt om het akkoord heel snel terug op te nemen, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk wel een akkoord dat er blijft zijn en dat dat zeker op te volgen is bij eventuele veranderingen. Dan nog de twee andere akkoorden. Mexico, dat is eigenlijk een modernisering van een reeds bestaand akkoord. Daar is eigenlijk een akkoord gevonden dan in 2020. Er was al eigenlijk over een groot stuk was er eigenlijk al een akkoord gevonden. En is er nog een bijkomend element rond openbare aanbesteding gevonden in 2020, waardoor dat de akkoord eigenlijk op technisch of op onderhandelingsniveau van politiek afgesloten konden worden. Momenteel is men dus op het Europees niveau de tekst aan het herzien, om te zorgen dat dat klopt. En dan gaat hij ook vertaald worden en dan kan hij dan de Europese lidstaten voor ratificatie, dus dan kunnen de Europese lidstaten zich uitspreken of ze instemmen met het moderniseringsakkoord, hoe het voor ligt of niet. En dan tenslotte, vlak voor de zomer kwam er een nieuw akkoord uit de bus. Is er een politiek akkoord gevonden over een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland. Dat wordt gezien als eigenlijk een zeer, zeer ambitieus akkoord op heel veel vlakken, maar ook, zoals de meneer van de commissie het zei daarnet, op vlak van handel en duurzame ontwikkeling. Hij is een heel ver gegaan, een van de meest verregaande akkoorden qua provisies. Dus nu zit men eigenlijk in de fase van de taaljuridische herziening om te zorgen dat alles wat er in het akkoord staat, na al die onderhandelingsrondes, dat allemaal steekhoudt en klopt qua referentie en dergelijke meer. En dus eens dat voorbij is, dan wordt het vertaald en dan gaat het naar de lidstaten voor de ratificatieprocedure. Voilà. Dat is jouw stuk. Voilà. Dus dat is dan. Ja, we hadden het
misschien qua volgorde beter kunnen inschatten met dat gewisselen en zo, maar wat is niet zo erg. Ik doe nog even rap de laatste vier, namelijk de akkoorden die volop nog in onderhandelingen zitten. Ik zal beginnen met Indonesië. Daar zitten we al aan ondertussen 10 onderhandelingsrondes sinds 2016. De laatste vond weliswaar reeds meer dan een jaar geleden plaats. En de uitdaging is hier tweerlei een beetje. Enerzijds is de technische afstand soms groot en is er dan ook nood aan het uitbouwen van kennis tussen de onderhandelaars over elkaars visies en de systemen die er zijn en wat er dan ook mogelijk is qua liberalisering. En anderzijds krijgen we ook wel te horen dat, hoewel er vooruitgang geboekt wordt, er aan de Indonesische kant soms ook voorzichtig onderhandeld wordt, omdat er soms duidelijke politieke sturing ontbreekt. Met andere woorden, de next step, de volgende stap, is echt gewoon voort onderhandelen. En ik denk dat een akkoord daar ook nog niet voor morgen is. Dan Chili. Zoals ook meneer Weigel reeds kort aanhaalde, zitten we daar in een veel verder stadium. In de onderhandelingen gaat het dan ook concreet over een stuk, namelijk over de modernisering van de handelspilaar van het associatieakkoord van 2002. De meeste handel in maakgoederen was, als ik het goed heb, reeds geliberaliseerd. En de gesprekken gaan dan ook voornamelijk over landbouwgoederen, diensten en investeringen. Na 10 rondes kwamen er eind 2021, begin 2022 een race concretere teksten ter bespreking. En ook het bezoek van de Chileense onderhandelaars, geloof ik, eind 2021, duidde op een stroomversnelling. En er werd dan ook een, kunnen we een technisch akkoord noemen, met nog wel enkele openstaande politieke punten, die nu liggen bij de Chileense, de nieuwe Chileense regering, want er zijn natuurlijk een verkiezing geweest op het einde van vorig jaar. En de EU hoopt volgens mij, als ik het goed heb, de qua timing wel voor het einde van dit jaar nog af te sluiten, als het even kan. Maar ja, bon, ambities. En dan, voilà. Dan de laatste twee. Australië, ook daar lopen de onderhandelingen reeds sinds 2018. De laatste ronde dateert van maart 2022, dus al een stukje minder lang geleden, dus dat valt nog wel mee. Dat is dan de 12e ronde was dat. En ook daar, volgens de rapporten van de commissie, heerst een constructieve sfeer en is er ook vooruitgang geboekt op verschillende domeinen. Er zijn ook al geconsolideerde onderhandelingsteksten, wat altijd, zoals ook bij Chili daarnet aangehaald werd, eigenlijk een goed teken is wat vooruitgang betreft, als er over zeer concrete teksten gesproken wordt. Er worden wel ook nog concrete discussies gevoerd over marktoegang, dus dat wil dan wel weer zeggen van, ja kijk, zover zijn we nu ook weer niet. En er is nog wel uitgebreide onderhandeling nodig op verschillende andere onderwerpen, waaronder ook handel en duurzame ontwikkeling. Australië is Nieuw-Zeeland niet, maar anderzijds is de recente regeringswissel in Australië een element dat kan zorgen voor een nieuwe dynamiek in deze onderhandelingen en zeker ook met betrekking tot handel en duurzame ontwikkeling, dat de regering Albanese natuurlijk daar heel wat anders op kijkt dan de vorige waarschijnlijk. En dan tenslotte India, het werd ook reeds aangehaald door meneer Weigel, toch ook door een van de deelnemers. In mei 2021 zagen we de aankondiging van de heropstart van de onderhandelingen tussen de EU en India. Die lagen reeds stil sinds 2013, nadat ze voor het eerst aangevat waren in 2007. En daar onderhandelt men over een pakket, of eigenlijk drie stukjes. Een vrijhandelsakkoord, een investeringsbeschermingsakkoord en een akkoord over geografische aanduidingen. Dat laatste, dat al dan niet uiteindelijk geïntegreerd kan worden in het vrijhandelsakkoord. Tussen september 2021 en januari van dit jaar werkten ook wij vanuit de Vlaamse overheid mee aan de identificatie en een update van de economische belangen, aangezien dat we de vorige oefening reeds dateerden van een hele tijd geleden. Sinds deze onderhandelingen terug opgestart zijn, was dat wel aan de orde. En zaten we uiteraard ook mee aan tafel federaal om deze belangen vertegenwoordigd te zien in de Belgische communicatie omtrent belangen naar de commissie toe. In het begin van dit jaar wisselden de EU en India dan ook reeds enkele brieven of papers uit waarin zij hun verwachtingen schetsen. En onderhandelingsteksten werden sindsdien ook ter beschikking gesteld. En wat het investeringsbeschermingsakkoord betreft, is er ook reeds vooruitgang in die zin dat er een eerste onderhandelingsronde plaatsvond in juni en de volgende zelfs reeds gepland is voor oktober. Dat wat betreft India en
de update van de handelsakkoorden en onderhandelingen in het algemeen. Als er vragen zijn, staan wij natuurlijk zeer ter beschikking. Zij het nu, zij het niet formeel. Voilà, dat was het. Zijn er dan nog vragen over de sessie in het algemeen? Anders ga ik nog een vraag stellen waar ik mee zit. Voor de focus op de handel, voor de focus op de handelsakkoorden die we hebben gehoord, werd er een opsomming gegeven van de werkzaamheden die momenteel bezig zijn op handelsvlak, de gele kaders in jullie presentaties. Welke van die dossiers hebben de grootste impact op Vlaamse bedrijven, organisaties en zelfstandigen? Ik zal anders even teruggaan naar enkele van die gele kaders ook, dat dat een beetje makkelijker te volgen is. Jean, wil jij anders eens kijken welke jij denkt? Weer een klik. Oh, ja, dat zijn eerder. Maar ik denk dat er, als je hier zo kijkt, zowel eigenlijk bij, om het overkoepelend te zijn, dus niet heel specifiek dossiermatig, er zitten een paar dossiers bij waarbij dat qua implementatie en qua opvolging dat het zal gaan over rapportageverplichting. Dus dat is eigenlijk wel een soort van warm op om daar goed naar te kijken van als bedrijf val je onder die thresholds en dergelijke meer, heb je verplichtingen qua rapportage, zij het dus op vlak van bijvoorbeeld de due diligence initiatief of dergelijke meer, of zelf denk ik bij deforestation free value chains en dergelijke meer. Dus om daar goed in het oog te houden. Maar ook bij de meer defensieve pijler, bij wijze van spreken, als het gaat over die International Procurement Instrument, buitenlandse subsidie en dergelijke meer. Om daar ook, naar implementatie zal het gaan over rapportageverplichting. Dus dat is wel een belangrijk punt om dat in het oog te houden, is dat er allemaal is naar toepassingsgebied toe, of dat men daaronder valt en dat er verplichtingen zijn. Dat zijn, denk ik, zo wat concrete impact. En de meeste impact dan echt daadwerkelijk voelbaar. De vrijhandelsakkoorden, dat ze er zijn, dat creëert voordeel. Maar dat is natuurlijk, wij kunnen als overheid de awareness creëren sensibiliseren. En ook als er problemen zijn, daar goed nota van nemen en dan gaan we kijken wat we daar kunnen aan doen. Maar uiteindelijk is het aan de bedrijven en de organisatie om die akkoorden te gaan gebruiken. Ja, dus die bieden wel voordeel, maar ja, ze gaan opzoeken. Om terug te komen, want dat is wel een goed punt, hè, van de KMO's en zo. In de vrijhandelsakkoorden van de Europese Unie, zeker de laatste die uitgekomen zijn, is de aandacht voor KMO's echt wel toegenomen. Ja, men bekijkt ook echt wel dat men op de website van DigiTrade de informatie ten aanzien van vrijhandelsakkoorden veel gemakkelijker kan oplijsten en toegankelijker kan maken voor KMO's en bedrijven in het algemeen. Want natuurlijk, als je een grote multinational zit, is het gemakkelijker om daar juristen of specifieke profielen op te zetten om zo'n heel akkoord door te nemen. Maar natuurlijk, als KMO is dat niet altijd even gemakkelijk om daar heel veel tijd en energie in te besteden. Dus de commissie doet haar werk om dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan de man te brengen. Ik had daar misschien een opvolgvraag over. In hoeverre, in welke mate zorgen die voor een administratieve belasting voor de bedrijven als we en due diligence en deforestation en forced labor, kan dat niet efficiënter, eenvoudiger in of gestroomlijnder in plaats van drie verordeningen naast elkaar? En dan een andere vraag is, als ik het goed begrijp, zet de EU wel door met die gemengde akkoorden, ook al we hebben die in het verleden toch een aantal problemen rond ratificatie opgeleverd, maar daar is geen verandering in strategie, als ik het goed heb begrepen. Dan kunnen we misschien de eerste vraag. De eerste vraag kadert natuurlijk ook wel iets breder. Ik wil daar misschien wel tussen komen, Roos, omdat dat natuurlijk wat breder kadert in de hele meer de EU-visie op nieuwe initiatieven. Dus kunnen we daar misschien achteraf dan nog wel op terugkomen, op die vraag. En dan rond de gemengde. Misschien eerst nog even wat de eerste vraag betreft. Misschien één punt daar dat we kunnen stellen, is dat onze aandachtspunten die wij aanbrengen bij deze gesprekken, daar waar we bij betrokken zijn, dat is ook een van onze stokpaardjes die altijd opnieuw naar voren komen, is denk aan het evenwicht tussen
ja, kan een KMO dit zomaar doen, deze opvolging zomaar doen? En inderdaad dan ook kijken naar de drempels. Hè. Dus niet iedereen is altijd, aan dezelfde regels onderhevig, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de activiteiten van het bedrijf. Maar goed, alleen al dat uitzoeken kan natuurlijk soms ook een uitdaging zijn. Maar het is daar waar wij toch trachten om steeds aandacht naartoe te trekken, dat daar een zeker evenwicht gevonden wordt. Wat ratificatie betreft, ja, die gemengde verdragen, ik denk dat we ook wel gezien hebben dat de commissie ook het verdrag splitst. En dus zegt, oké, we nemen het handelsluik apart. Dat doen we dan volgens onze procedure. En dan alle elementen die te maken hebben met samenwerking, politieke samenwerking enzovoort, dat die dan de gewone procedure doorlopen. Ik denk dat zij... Het is eigenlijk moeilijk om een duidelijk antwoord te geven wat de commissie veranderd is van strategie, omdat ze zich bewust is van de moeilijkheden. Soms zit je ook gewoon met juridische elementen dat je de vertraging moet respecteren. Maar we hebben niet echt de indruk dat de commissie vanaf nu zegt vanaf nu alleen nog maar naar EU-ONI-akkoorden gaan, omdat dat gemakkelijker te ratificeren valt. Dat hangt ook af en ook naar perceptie toe kan dat soms al moeilijk liggen bij bepaalde actoren. Dus, Ja, ik kan misschien kort nog iets zeggen op uw eerste vraag. Het klopt inderdaad wat je zegt. Foreign subsidies, due diligence, allemaal zaken waar dat de rapporteringsplicht op de bedrijven afkomt. Wij horen dat ook, wij zien dat ook. Wij zijn geen pleitbezorger om dat allemaal op te knippen. En zoals het eigenlijk nu is voorgesteld. Maar ja, we moeten er proberen mee te werken. En daarom hebben we ook geprobeerd om bijvoorbeeld in de onderhandelingen rond buitenlandse subsidies, om daar ook echt de nodige aandacht voor te hebben en ook guidelines te vragen van de commissie tijdig, zodat we weten waar we voor staan. We zitten in een onderhandeling steeds. Het resultaat is dan dat die guidelines er wel gaan komen, maar pas na een bepaalde tijd. Ja, moeten we ergens natuurlijk ook aanvaarden dat een onderhandeling niet altijd resultaat heeft dat we willen. Maar dat is wel zeker iets wat op onze radar staat en waar we ook proberen van de commissie over te ondervragen. En ook met de andere lidstaten, bijvoorbeeld rond antidwang, zijn we daar nu ook echt vragen aan het stellen, heel technisch, van wat betekent dit in de praktijk, hoe gaat dit werken? Dus dat we dat echt proberen wel op voorhand zo goed mogelijk in te schatten, of te laten inschatten, ook impact assessments. Dus wij hebben er veel aandacht voor, we kunnen het helaas niet vermijden, denk ik. We moeten proberen samen met andere lidstaten ervoor te zorgen dat het behapbaar blijft. En signalen vanuit het middenveld in die zin zijn ook zeker goed. Dan kunnen wij onze stem ook harder laten horen als daar veel bezorgdheid rond is. Mark Maas van 1111, staat de micro op? Ja. Wel, ik had twee vraagjes, of twee opmerkingen ook. In verband met Indië, dat onderhandelingsmandaat, als ik me niet vergis, dat dateert van 2007. Samen met ASEAN-landen en een aantal Latijns-Amerikaanse landen toen. Dus dat is eigenlijk een redelijk oud mandaat. Ik zie dat er nu aan toegevoegd is voor in de ISDS en GIs. Dus ik vermoed dat dan drie afzonderlijke akkoorden gaan worden, wat misschien ook antwoord op de vraag die hier net gesteld is. Maar weet u of dat het mandaat, het onderhandelingsmandaat voor India, of dat geüpdate is sinds 2007, of is het inderdaad nog het oude mandaat? En dan de vraag over Vlaanderen en de en al deze akkoorden, maar is het niet nog altijd zo dat de grootste exportmarkt van Vlaanderen eigenlijk de Europese Unie is? Of is dat ondertussen al sterk veranderd? Ik zal India over. Ja. De laatste opmerking klopt, hè. Helemaal. Uiteraard is de Europese Unie nog altijd de belangrijkste markt eigenlijk voor Vlaamse bedrijven die,
die willen internationaliseren. Zeker en vast wat dan natuurlijk aan die belet dat het Vlaamse economisch weefsel wel heel erg gericht is op internationale handel. En dat we ook wel merken dat er natuurlijk gekeken wordt naar buiten de Europese grenzen om handel te drijven. Waardoor dat die handelsagenda van de Europese Unie de belangrijkste hefboom is om eigenlijk ook de Vlaamse bedrijven te helpen in internationaliseringsplannen bovenop de interne markt van de Europese Unie. Het is misschien een beetje een cliché antwoord, maar het is zeker een terecht punt, maar ook met de hele foresights en dergelijke meer, als je kijkt naar waar de groei zich zal realiseren de komende jaren en dergelijke meer. We merken ook echt wel van bedrijven en zo dat het niet is omdat de grootste exportmarkt eigenlijk in de buurlanden zit, dat de rest daarom niet belangrijk is. En dat gaat over het bekijken van waar je de opportuniteiten kunt halen in functie van je businessmodel. Dus, wat het onderhandelingsmandaat van de commissie betreft voor de onderhandelingen met India, hoewel er geen volledig nieuw mandaat gekomen is, zien we wel, zoals daarnet ook meneer Weigel reeds aanhaalde, dat dus de nieuwe TSD-aanpak gereflecteerd zal worden in de onderhandelingen. En dit is ook al tot uiting gekomen in zoverre dat zowel in de, zullen we dat noemen, de Expectations Managing Paper, ze hebben zo die brieven uitgewisseld, minister Gopal en dat Sabine Weyand was, of zoals via Dombrovskis. Daarin ook was het zeer duidelijk en waren de verwachtingen ook op TSD-vlak, op vlak van handel en duurzame ontwikkeling bedoel ik dan, ook zeer hoog gespannen. Dat werd ook direct dan duidelijk gemaakt bij het begin van de onderhandeling, nog voordat ze begonnen waren aan de Indische kant, van kijk, het is nu niet meer 2007. Natuurlijk, wij hebben geen inkijk in de strategische overwegingen bij de commissie, waarom zij geen volledig nieuw mandaat zullen vragen. Maar alleszins, we denken wel dat de commissie ook duidelijk zich bewust is van de bezorgdheden die leven rond een akkoord. Ook trouwens, daar komt dan nog eens bij kijken dat natuurlijk het vrijhandelsakkoord van die drie stukken van dat pakket ook nog niet voor morgen is. Zij is zich daarvan bewust. Zij is zich ook van bewust dat er daarna nog ratificaties moeten komen enzovoort enzovoort. Ook in het Europees Parlement leven daar bezorgdheden. En dus ziet zij ook wel in dat er bepaalde eisen gesteld moeten worden op dat vlak. Dus voilà, dat wat dat betreft, wat het punt onderhandeling met India betreft. Zijn er dan nog andere vragen uit het publiek? Nee. Online zijn er ook geen extra meer binnengekomen. Ongelooflijk bedankt dan aan alle sprekers en bedankt voor jullie aanwezigheid. Dan gaan wij hier afronden en dan nodig ik jullie van harte uit voor een korte nabespreking. Dank u wel.